Dag jongens en meisjes, vandaag hebben we Play-Doh SpongeBob. En we gaan het huisje maken van SpongeBob. En vandaag komt Sammy natuurlijk ook weer langs. Maar eerst gaan we lekker met klei spelen. Kom je snel kijken? Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag weer iets gaafs van Play-Doh. Ja, en niet zomaar iets. Play-Doh van SpongeBob. Kijk eens even wie we hier hebben. Patrick, de zeester en SpongeBob. Misschien ken je deze wel van de tekenfilmpjes. En hoe leuk is het? SpongeBob en Play-Doh. Zijn jullie klaar voor? Dan gaan we snel dit leuke huisje bouwen van SpongeBob. En jullie weten het, hè? Vinden jullie dit een leuke video? Druk even op het duimpje omhoog, hier onderaan de video. Duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En ben je nog geen abonnee of nieuw op dit kanaal? Vergeet dan niet op het rode knopje abonneren te drukken hieronder. Als hij rood is, zoals hier, dan druk je er even op. En dan wordt hij grijs en ben je geabonneerd. Dan kom, we gaan snel de doos openmaken. Oh, ik vond dit toch zo leuk. Want ja, jongens en meisjes, ik kijk ook wel eens naar de tekenfilmpjes van SpongeBob. Die vind ik ook nog steeds leuk. Zo, eens even kijken. Ah, hier hebben we de potjes Play-Doh alweer. Kijk even. Netjes in papier en niet in plastic. Heel goed. Kijk eens even. Zullen we de kleurtjes nog eens even doen? Al is dit wel een lastige. Weet je deze ook? Ja, het is een beetje lichtblauw, grijs. Is allebei goed. En dit? Zwart. Deze. Wit. En deze. Geel. Deze. Oh, kijk eens. Dit is weer zo'n dubbel gekleurde. Roze met rood. En als laatste. Groen. Jawel. Ja, dat er nog meer in zit. Kijk even. Oh, allemaal spulletjes voor het huis. Oh, hier kunnen we het huis van SpongeBob meemaken. Hé, hey, wat is dit? Ach, kijk nou toch. Allemaal leuke spulletjes en de brievenbus van SpongeBob. En hier het netje om kwalletjes mee te vangen. Oh, wat leuk dit. Ah, nog meer potjes. Oh ja, kijk even. En dit is de kleur. Ja, oranje voor de ananas straks. Boekje, daar staat in hoe we het kunnen maken. Nou, moeten we even goed naar kijken zo. Ja, kijk even hier nog meer. Zo. Hoppakee. De doos is leeg, maar wie zit hier nog? SpongeBob met Patrick. Komen jullie daar eens even af? Kijk eens even, jongens en meisjes. Hey, SpongeBob. Oh, wat leuk dit. Patrick. Kijk even. Hé, hey Patrick. Oh, wat grappig. Nou, de doos is nu leeg. Dan kunnen we gaan bouwen, jongens en meisjes. En jullie weten het, hè. Ik ga vandaag aan het einde van deze video ook nog de groetjes doen. En Sammy komt ook nog even langs straks. Dus blijf kijken. Oké, jongens en meisjes. Dan gaan we eerst eens even beginnen met het huisje van SpongeBob. En weet je eigenlijk wel wat voor een huisje hij woont? In een ananas. Hij zingt dat ook, hè? Zo, oké. Gaan we eens beginnen met die oranje Play-Doh hierin te stoppen. Let op. Een beetje duwen. Volgens mij, we hebben daarom ook twee potjes gekregen. Volgens mij hebben we zelfs twee potjes nodig. Zo, het andere potje pakken we ook even erbij. Zo, kom maar eens even Play-Doh. Hoppakee. Zo. Oké, dan gaan we dit eens even aandrukken en rollen. Let op dat het mooi in het vormpje past. Dan hebben we deze nog. Dit gaan we er zo indrukken. Want dan krijgen we, als het goed is, een mooie afdruk van de ananas. Let op. Die drukken we er even op zo. Haal hem er voorzichtig af.
Kijk even, hé. Hey. Dat ziet er leuk uit. Dan gaan we eerst nog het deurtje erop maken. Kijk eens, dat maken we hiervan. En dan hebben we de blauwe Play-Doh voor nodig. Oké. Kijk, dan gaan we een deurtje maken van deze leuke blauwe Play-Doh. Kijk, dan drukken we deze hier zo in. Zo, en dan drukken we dit deurtje, zetten we zo hierin. Let op, gaan we eens even proberen of het plakt. Let op. Ja, kijk even. Wow, dat wordt mooi. Dan hebben we nog twee raampjes gaan we uit het blauw maken. Let op. Kijk, dan plakken we hier nog een raampje. Zo, blijft dat zitten. Ja, oh wat leuk dit jongens en meisjes. Kijk nou toch. Zo, kijk, en dan doen we die hier. Ja hoor, kijk even hoe leuk. Dan gaan we nu deze eruit halen. Dus we moeten hem even omdraaien. Zo, kijk. En dan drukken we dit voorzichtig eruit. Oh ja, dat gaat best wel makkelijk. Zo. Oh wauw, ja, dit gaat best wel prima. Kijk even. Nou, mocht jij deze nou ook hebben, of misschien wel voor je verjaardag krijgen, of voor Sinterklaas misschien wel. Ik kan natuurlijk altijd even papa of mama vragen. Maar ik denk dat jullie dit ook wel kunnen hoor. Kijk, gewoon voorzichtig drukken. Kijk. Oh, dit werkt goed. Oké, nu ligt die op de kop. Dan gaan we deze eens even pakken. Want hier gaan we hem nu omheen rollen. Let op, beginnen we hier aan de zijkant. Kunnen we hem zo. Ja, kijk. Oh, wauw. Oh, dit gaat wel prima. Kijk eens even, dit gaat goed. Zo. Kijk, dan gaan we hem zo bij elkaar drukken. En dan hebben we al bijna het huisje klaar. Maar er komt nog wat heel leuks. Let op. Nu gaan we nog de ananasblaadjes aan de bovenkant maken van groen. En dat doen we hiermee. Dan pakken we de groen. Zo. Daar heb ik denk ik ook wel veel van nodig. Dus ik pak gewoon even het hele bolletje. Zo, kijk. Drukken we dit er allemaal eens even in. Dan gaan we hem zo nog even rollen. Maar alles moet natuurlijk wel gevuld zijn. Zo. Oké, pak even het rolletje. Let op. En dan gaan we even rollen. Kijk, zo. En alles wat extra is, rollen we er zo af. Kijk eens, dat gaat best wel makkelijk. En dit nog even zo. Hoppakee. Kijk. Laatste beetje hier. Yes. Kijk even. En daar hebben ze een inhammetje gemaakt. Kijk, daar hebben we niet eens een bolletje Play-Doh nodig, jongens en meisjes. Kijk eens. Die duwen we zo omhoog. Hé. Hey, dat is makkelijk. En die kunnen we zo een beetje rollen. Want we gaan daar een soort van kroontje van maken. Kijk eens even. Hé, hey, wauw. Oh. Ja, dit is echt niet moeilijk. Het lijkt misschien heel ingewikkeld, maar dit gaat best wel makkelijk. Dit hebben ze leuk bedacht zo. Oké, kijk eens even. Dan hebben we hier het kroontje. En die zetten we hier bovenop. Kijk. Zo. Oh, dit is leuk. Kijk nou toch. Hoe gaaf ziet dit huisje eruit. Heel, heel leuk. Kijk eens even. Patrick, kom eens even hier. Kijk, daar hebben we Patrick. SpongeBob. Maar we zijn er nog niet. Kijk, laten we de brievenbus eens even neerzetten. Maar ik zag nog iets anders leuks. Kijk, we gaan hier ook nog een leuk paadje van maken. Let op. En wat hebben ze nou weer zo handig gedaan? Kijk eens even. Hier kan je dit ook zo eraf trekken. Super handig. Die leggen we even zo voor de deur van SpongeBob. Oké. Dan hebben we hier nog leuke dingetjes. Daar kunnen we groen uitdrukken. Zo, nou dit gaat iets lastiger dan ik had gehoopt. Maar kijk eens even. Wat ik doe. Ik draai dit eruit. Dan blijft het hier een beetje aanplakken. Kijk, en dan drukken we het gewoon zo hier erin. Dat kan ook prima. Kijk, zo. Drukken we een beetje erin. Zo, hier nog een laatste groene. Zo. Kijk even wat leuk. Oké, jongens en meisjes. We zijn bijna klaar met het huisje van SpongeBob. En dan weten jullie het, hè, dan komt Sammy zo ook nog even langs.
Hij laat weer mooie tekeningen zien die jullie hebben ingestuurd. Hij vertelt misschien wel weer een leuk mopje. Ja, maar eens even kijken, wat zag je hier nog? Nou, wat leuk is, we gaan van geel, gaan we nog even een mooi ondergrondje maken. En daarna komt Sammy, jongens en meisjes. Zo, pakken we even wat geel. Huppakee. Zo. Kijk, en die doen we dan zo. Pakken we het huisje van SpongeBob. Dan hebben we het huisje van SpongeBob. Het paardje zetten we hier, leggen we hier zo in. Kijk even hoe leuk. Dan kunnen we het nog een beetje zo doen. Brievenbusje hier. SpongeBob hier. Patrick hier. Kijk nou toch, jongens en meisjes. Hoe leuk is dit geworden? Oh, fantastisch. En, wacht eens even, kijk. Deze hoort er ook nog bij. Dit is altijd aan de zijkant van SpongeBob zijn huisje. Kijk nou toch. Oh, wat leuk. Nou, jongens en meisjes, moeten jullie toch eens kijken. Hoe leuk is dit geworden? Ja, ik vind het echt prachtig. Ik hoop jullie thuis ook leuk vinden. Hé, dan is het nu tijd. Sammy komt. Sammy, kom er maar bij. Hé, hey, dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. En dat ik weer even in de video mag zijn. Ja, hebben jullie mij ook gemist? Nou, wel een beetje, hè? En als eerste wil ik jullie bedanken voor al die leuke berichtjes en tekeningen. Ja, ik heb weer hele mooie tekeningen gekregen. Zal ik jullie eens even laten zien? Ja, komt-ie. Kijk eens even naar deze mooie tekening. Deze is van Bram. Hij heeft mij getekend. De speelgoedmeneer. En een mooie boom. Mooi, hè? En kijk eens naar deze mooie tekening. Deze is van Lucy. Leuk, hè? Een mooie paashaas met een paasei. Supermooi. Oké, jongens en meisjes. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Nou, jongens en meisjes, wat was Sammy weer leuk, hè? Maar hij is vergeten een mopje te vertellen. Hij heeft beloofd om volgende week weer een heel leuk mopje te vertellen, oké? En wat was hij weer grappig, hè? En ook zulke mooie tekeningen hebben jullie weer gemaakt. Dus wil jij nou ook een keer een tekening naar Sammy sturen? Volg mij dan even op Instagram. En dan kan papa of mama daar de tekening heen sturen. En dan laat ik hem volgende week aan Sammy zien in de video. Maar jongens en meisjes, we zijn er nog niet. Want nu ga ik ook nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan William van 0 jaar, Femke Fischer van 5 jaar uit Voorschoten. En jongens en meisjes, Femke wil graag haar neefjes Jesse van 8 en Julian van 5 ook de groetjes doen. Nou, superleuk van jou, Femke. Luca Tolen van 3 jaar uit Stijn. Alisa uit Leidschendam. Alicia van 2 jaar en Ise van 5 jaar uit Uithoren. En jongens en meisjes, Alicia is 6 april jarig en dan wordt ze 3. Nou, alvast gefeliciteerd. Nou, Alicia, ik hoop dat je toch een hele leuke verjaardag hebt. Ondanks dat we nog steeds in corona zitten en je niet een groot feest kan geven. Nou, een hele fijne dag alvast. Noi van 2 jaar uit Deventer. En ik hoor dat Noi een hele grote fan is. Nou, wat superleuk om te horen, Noi. Hey, veel plezier in Deventer met Pasen. Marley Sophia van 3 jaar uit Gorle. Jongens en meisjes, Marley heeft net een konijntje gekregen. Of ik ook de groetjes wil doen aan haar konijntjes? Nou, natuurlijk. De groetjes aan je konijn. Raf van 3 jaar en Do van 2 jaar uit Roermond. En Raf en Do, jongens en meisjes, zijn helemaal gek op de Play-Doh filmpjes. Nou, dan bof jullie. Vandaag is het weer Play-Doh tijd. En Hanna van der Stoep van 2 jaar uit Rotterdam. En Hanna is ook heel erg fan. Nou, superleuk. En 16 april wordt ze 3 jaar. Ook alvast gefeliciteerd, Hanna. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou, dankjewel voor het kijken, jongens en meisjes. Dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden.
Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zijn we er weer aanstaande woensdag. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!